Hallo, Spengsbrik, Spengame, en dit is de Super Mario Sunshine Playthrough deel 4. We zijn bij Banco Hills, episode 5, want we gaan proberen per wereld alle 8 te doen en dan naar de volgende wereld te gaan. Misschien dat ik ondertussen nog een paar uitzonderingen maak. Bijvoorbeeld als je in de vierde wereld het vierde level doet, krijg je een Yoshi Egg en dan heb je bepaalde werelden weer nodig. Voordat je daar alle levels kan halen, dat soort dingen. Soms heb je ook bepaalde nozzles nodig die je vrij kan spelen door in een bepaalde wereld weer bepaalde dingen te doen. Dat soort dingen, maar in principe gaan we zoveel mogelijk op volgorde doen voordat je de levels krijgt. Dit is echt een kut level. Vooral de baas is scheid irritant. Ik ga waarschijnlijk, het is Pity Piranha, weet je wel, die heeft 3 hits. Nou, je moet 3 keer hetzelfde doen. Maar dan staan we daar de hele video mee bezig. Dus ik laat het denk ik gewoon 1 keer zien. Wat al waarschijnlijk 10 minuten gaat duren met mijn faal. Dus ik laat 1 keer eventjes zien wat je moet doen. En dan stop ik denk met recorden. En dan begrijp je denk ik het idee, hoop ik. Ik hoop dan dat je het idee begrijpt. En dan moet je de boss gewoon zelf even op moeten lossen. Als je dit doet, want de meeste mensen kijken die waarschijnlijk toch niet omdat ze het spel spelen. Waarschijnlijk kijken ze dit voor herinneringen van het spel. Ik geloof dat deze meneer je een blauwe coin geeft. Er zijn tenminste mensen, als je echt een blauwe coin hunt bent. Er zijn mensen die gewassen moeten worden, die geven vaak blauwe coins. En er zijn mensen, sommigen, die vuurwerk op hun rug hebben. Of iets van een bom of zo. Oh, deze vent gooit me weg. Oh, dat is ook handig. Kijk, dat scheelt. Ik wist wel dat er iets met die man was. Nou hoef je niet moeilijk te doen. Nou, je bent tenminste hierboven. Dit is een goede manier. Ik raad hem ook meteen aan. Laat die man je er gewoon omhoog gooien, anders moet je weer heel moeilijk doen met touwen en zo en behendigheid. En dan kom je hier. Ons water is wel een beetje bijna op, niet zo handig. Ga je bij het hek staan. Dan moet je zo'n dingetje tegen Pity Piranha aanschieten. Daar heb je wel aardig wat skill voor nodig. Je rijdt al gauw het hek. Even kijken, ik moet even recht voor staan. Kom maar. Kom maar, Rikje. Goed zo. We staan er een beetje schuin voor, maar oké, we gaan proberen. Je ziet dat was aardig mis. En nu gaat hij waarschijnlijk tegen het hek aan. Nee, ik heb hem geraakt. Nou ja, je raakt Pity Piranha, die irritante blobs, kappen ermee. En dan begint de boss battle. Even kijken of we hem nu al in zijn mond kunnen schieten. Want het idee is dat je op hem schiet en dan stort hij neer. Zie je, dat weet je nog niet. Well, it's moving. Zometeen gaat hij bepaalde punten boven de lucht stil hangen. Dan kun je water om spuiten en dan stort hij neer. We gaan eventjes alvast ons water bijvullen, anders hebben we het zometeen, moeten we dat zometeen doen. Maar nu hebben we tenminste nu de boss battle geactiveerd. Dat is een begin. Hopla. Makkelijk manier om ook je water te... Hé, hey, die man daarboven, als je die schoonmaakt, krijg je wel een blauw muntje. Dus laten we dat nu eventjes doen. Nou, dat toch zijn. Kut. Oh, mooi, ik sta nog op het dak. Gewoon midden in de boss battle. Soms moet je gewoon even... Kut. Oude mensen schoonmaken. Ik bedoel, dat hoort er ook bij. Niet midden in de boss battle. Kut. Dat was gewoon mijn interpretatie. Nee, we komen deze muur niet op. Dat is ook irritant. Dat is ook een irritatiefactortje, ja. Nou, die man maken we een andere keer wel schoon. We weten waar die zit. Je kan in plaats van water kun je ook gewoon dit ding pakken. Als het goed is, gaat je ding dan ook vol. Ja, mooi. Nu is de vraag, waar zit die irritante Piet, de piranha? Of Piet, die zelfs sommige mensen hem ook wel kennen. Op dit moment is hij gewoon in het begin, gaat hij een beetje rennen rondjes door de stad. En ja, in principe kun je aan zijn bolletjes van vet, zijn chocolade, mousse, kun je wel zien waar die is. Hij is daar, in ons geval. Kut. Er zijn heel veel mensen die het leven zuur maken hier. Vooral diegene zoals die nu... Ja, hebben we hem? Nee, kut. Nee, nee, Bob, nee! Ik heb zo'n haat aan deze baas, jongens en meisjes. Godverdomme, geen met... iemand dacht dat ik godverdomme de genitiefes zei. Dus ja, dat vond ik wel een leuke toevoeging. Eigenlijk zeg ik gematiefes. Maar we kunnen ook gewoon erop ingaan en allemaal leuke Latijnse naamvallen gebruiken. Dan krijgen we godverdomme de ablatiefes. De nominatiefes, niet te vergeten natuurlijk. Ik weet niet hoe het moet zitten, want normaal dan doet hij ook gewoon zijn mond open en dan spuit hij lekker vol. Maar dat weigert hij gewoon te doen hier. Ja, goed zo. Kijk, dan doet hij zijn mondje open. Wordt hij lekker dik. En dan halen we weer wat we normaal ook deden, op zijn buik. Hoppa. En dat doe je dan 3 keer, dus ik ga nu gewoon even stoppen met recorden en jullie... Oh, hij gaat weer vliegen geloof ik, ja. Nou, dit hou je dus 3 keer. Je haalt hem uit de lucht. Spuit de buik vol. Na wat tornado's. En dan haal je hem neer. Oké, dan stop ik nu even met recorden. En dan kom ik terug als ik de shine heb. Tot zo. Tada. Moeten jullie eens even zien wat ik gedaan heb. Ik heb hem doodgemaakt. Het duurde eventjes. Oké, even die dood gaan rekenen door die irritante blobs. Ik dacht ik bespuit het eventjes aan mijn commentaar. Zoals net ook al. Het is best wel faal commentaar. Dan moet ik doen. Waar is hij? Waar is hij? Waar is hij? Ja, dat wil je niet. Dus we kunnen veel beter commentaar doen van het volgende level. Lekker een secret level. Voor de mensen die deze playthrough volgen en nog een beetje luisteren naar wat voor informatie ik je meegaat. Zijn secret levels, de levels dat je zonder je trouwe pomp. Waar is die kutspruit? Daar is hij.
zonder je trouwe pomp al die levels moet gaan doen. Die puzzle levels met die bewegende vlakjes. En de tweede wereld was ik altijd wel goed in. Was, dus dat zal nu alweer heel kut zijn. 10 sprites. Ik geloof dat nu Pina Park open gaat. Dat geloof ik. Dat zijn mijn betrouwbare bronnen. Ja, hier Pina Park. We gaan hem eventjes heen. Ik bedoel, we moeten toch dat soort dingen openhalen. We kunnen ook één leveltje Pina Park doen. Ja, god, de stem in mij zei Pina Park, maar dat is een beetje storyline en development. Dan zie je weer wat storyline dingen, ja, dat zien jullie graag. Ik kan je wel vertellen, deze rivier oversteken is echt kut. Als je die haalt, is het heel moeilijk om weer de kant op te komen, dus doe het goed. En dan komen we hierheen. En wat zien we daar? Ta-da-da. Een of andere rare onderzeeër en ze nemen Peach mee. Geen idee hoe ze in één keer aan Peach komen. En ze denken nog steeds dat wij dat zijn. Geen idee hoe de domme slet aan het idee komt. Mario heeft niet zo'n lange tong. Ik weet niet hoe Mario in één keer zo'n lange tong komt. Maar deze twee mensen gaan lekker met een bootje weg. En van de huwelijksfort of zo. En wordt genoeg nat gespoten ook. Doei. En ze denken van, wij gaan naar het pretpark. En dan denkt Mario zo van, ik heb een kanon. Ik kan ook naar het pretpark. Ja, vind ik ook. Dus wat gaan wij doen? Wij gaan ook naar Pina Park. Toch jongens? Jazeker. Bam. Dit is Pina Park. Daar gaan we natuurlijk later alle levels van doen. Maar we gaan nu alleen even level 1 doen. Want het hoort soort van bij de storyline. Het is niet zo'n moeilijk level ook. Pina Park, eerste level. Mecha Bowser appears. Ja, dit level vind ik gewoon eventjes bij de storyline. Dus die pakken we er gewoon even bij. Ik weet niet precies hoe het gaat. Ik weet alleen dat het met een Mecha Bowser te maken heeft. Dus ja. We gaan niet al te veel moeilijke dingen doen ofzo. Want ik wil nog een beetje voor de logica, nog een beetje bij de volgorde van de levels blijven. Maar we beginnen even zo. Het gaat omdat het kan. En omdat ik me helemaal dood begin te vervelen aan Nederland. Deze dingen zijn cool. Moet je zien. Kijk, je kan ze niet dood maken. Wat je moet doen is, je moet ze nat maken als ze hun schild weggooien. Wat, ik zal even laten zien. Kom maar. Come at me, bro. God, daar ga je me. Oké, we gaan nog even een andere manier proberen. Zo. Op dat schild terug. En dan als het goed is, elektrificeert hij zichzelf. Alleen op dit moment gaan alleen wij dood. Van, gewoon in hem. Au. Ik wil niet echt meewerken, hè? Ja. Dan is hij nat, komt het schild terug op hem. En dan gaat hij dood. Ik geloof dat in een van deze dingen een blauw schildje zit. Ik weet niet, kunnen deze dingen open? Ja. Dat kunnen ze. In een van deze, ik neem aan in de blauwe, zit een blauw muntje. Hallo? Oh, hier zit een blauw muntje en we kijken er doorheen met onze super X-ray visie. Zo, een blauw muntje erbij. Jee, 7 blauwe muntjes. Maar in principe heb je die blauwe muntjes niet nodig om het spel te spelen. Dus soms dan pak ik er een paar offscreen. Heb ik er net nog eentje gepakt. Ik had de oude meneer gewassen. Maar ja, de meeste dit soort dingen laat ik gewoon zien. Maar ja, de meeste blauwe muntjes spreken best wel voor zich. En de muntjes die niet voor zich spreken, die haal ik zelf ook niet. Dus ja. Zo. En trouwens, een blauw muntje geeft niet full health. Het geeft 3 muntjes. Ben ik achtergekomen. Dit ding heeft een sexy snotje aan zijn neus. Dat hebben we allemaal wel eens. Heel sexy vooral ook. Kom maar dood. Nog wat levensvormen vroeg ik. Nou, dat is ook niet aardig zeg. Zo. En we gaan lekker naar de achtbaan. Ik geloof dat we hier naar beneden moeten. Een zwembadje. Zo. Ja, je ziet dat andere kruis. Van de ene naar de andere kant. Van boven naar beneden is ik een stuk makkelijker dan zo. En we zijn hier bij Mini Mario. Mini Mario, zo heet hij niet. Hij heet Metal Mario. Zag iemand hem noemen, hadden we afgesproken. Hé, hey, Metal Mario man. Waarom kan je vliegen? Dat weet niemand. Bowser kan ook niet vliegen. En toch is het soort van de zoon van Bowser. Het is superwater. Het is gewoon water met een cape. En dat noemen ze dan superwater, omdat het super is. Hopla, wie hebben we daar? Het is een robot van Bowser. Oh mijn god, hij is zo groot. That's what she said. Oh, oh. Ja, het komt er gewoon neer dat Bowser best wel groot is. What happened? The perpetrator. Oké. Okay. En het is best wel een grote Bowser. We are kinda fucked. Dat, wel een grappig muziekje. En nu zitten wij opeens in de achtbaan, geloof ik. Of moeten we zelf naar de achtbaan, dat weet ik niet. En ja, Metal Mario kijkt altijd heel blij en zit een beetje uit te lachen. Maar nou opeens is hij fucking serieus bezig. Poeh. Dit zou best wel een 3D film kunnen zijn, gewoon. Als je kijkt naar de effecten. En nu zitten we als goed is hopelijk in. Oh, nee, niet. Amazing, what a pleasure. Is het de nieuwe achtbaan? Vraagt hij. Nou, dat is het niet, hoor, meneer. Oh, hij heeft tenminste wel dat het een slechte versie van ons is. Jemig. Oké, volg mij. Dan zitten we in één keer in de achtbaan, hoop ik. Ja. En wat moeten we nu doen, vraag je af. Nou, onderweg komen we namelijk deze torpedo dingen tegen. En we moeten nog even wachten, geloof ik.
Nou, dat lijkt niet. Ja, we moeten dat ding gaan doden met door torpedo's op hem af te schieten. Is wel te doen, geloof ik. Ik kan me niet meer herinneren wat er allemaal mis kan gaan hier. Dus laten we gewoon beginnen. Je krijgt aardig wat van die torpedo's onderweg. Later komt er een heel irritant level met deze dingen. Moet je ballonnen kapot maken. Schijt irritant. Je wordt wel een beetje duizelig hiervan. Ik niet echt, maar daar gaat het niet om. Ja, keihard. Ik ben even mijn bullet kwijt. Dat was kut. Ik was in één keer mijn kogels kwijt. Bullet Bill gaat weg. Bullet Bill weigert weg te gaan, blijkbaar. Oh ja, oké, dat ging goed. Dat ging beter dan verwacht. Bullet Bill, ja, alsjeblieft even weggaan. Oh, dat was een beetje mis. Au, vuur. Oh, dat moet tegenaan blussen, neem ik aan. Ja, mooi. Ik weet niet of je een bepaald aantal rondjes mag rijden, want bij de andere achtbaanwereld mag je 3 rondjes. En als je binnen 3 rondjes niet haalt, ga je dood. Dat is niet zo leuk. Hoppa, is die raak? Nee. Bullet Bill ging wel dood, alleen te laat. Dus je moet goed opletten op die Bullet Bill. Ze ziet er eentje aan de voorkant komen, wel te doen. Beetje zonde van ons ding. Ach, kom op. Het is niet echt aan het lukken, hè, jongens. Het wil niet helemaal lukken. Ik zei dat het makkelijk was, dus ja, dan weet je al wat er gaat gebeuren. Ze heeft zo'n irritant ding achter ons aan, geloof ik. Eerst dit, is even... God voor de gemen. Ga eens dood, Bullet Bill. Ik ben niet van gediend, man. Bro. Oké, we zitten nu wel eventjes in rage mode. We willen eventjes winnen. Ah, kom op, weer mis. Oké, ik vind het wel nog wat te zeggen waar dat ding vandaan komt al. En we krijgen al een nieuw water, is ook wel fijn. Oh god, dat ding dat ik moet gebruiken. Nou, is er nu een soort van space mode? Ik ben veel te veel aan het focussen op de bullet bills en we zijn er geweest. Nee, we leven nog. Kan iemand me niet gewoon even coins geven of zo? Dat zou fijn zijn. Some coins would be nice. Even kijken, waar zit Bowser? Headshot? Nee, die gaat er overheen. Dat was een beetje een raar person view. Oké, we gaan nu gewoon op 1 coin. Dus... Oh, god. Ja. Als we het nu halen, zijn we best wel helden. Is hij raak? Nee. Niet, is niet te stoer doen, Rick. Zit er een bullet? Zit die achter ons of zit die voor ons? Oké, Bill, waar ben je? Bam! Daar ga je. Oké, we zijn best wel aan het ownen. Met ons laatste muntje. Ons laatste leven. Oké, maak hem af. Ja! We hebben gewonnen! Oh, wat? Leeft hij nog? Nee. My god. Oké, we zijn dood. Dat was een goede poging. Dat geef ik toe. We hebben uiteindelijk nog best wel gewonnen. Nu we eenmaal door hadden. Toen we eenmaal door hadden wat we moesten doen. Oh, hele level overnieuw. Fuck! Oké, ik stop even met recorden. En dan ga ik weer verder met recorden als we weer in het karretje zitten. Nou wat, ik kan gewoon pauze drukken. Wacht, dat gaan we proberen. Tot zo. Oké, we zijn er weer. Het is heel makkelijk. Ik kom er net achter dat mijn recordprogramma gewoon een pauzeknop heeft. Want namelijk het verf druk ik op F9 en dan begin ik stop meer met recorden. Maar bij dit programma gaat het in één keer een hele file in elkaar flansen, dus dan moet je even wachten. Maar ja, je kan blijkbaar. Gewoon soms, ik ga gewoon wat moeilijke afstandsschoten doen. Proberen we. Laten we proberen, laten we daar bouwen. Oké, from behind. In de bibs. Bill, stop! Ik ben niet van gediend, Bill. Ja, stop met kogels, stop met op mijn ding gaan. Ah, kom op, dan ben ik net. Ah, jammer dit. Beetje jammer. Oh, fuck. Bill aan de kant. Stop. Oké, nou deze moet je wel kunnen maken. Dat was 1. Ik heb geen idee. Waarschijnlijk heeft hij 5 levens dan. Als hij geen 3 heeft, hebben ze er meestal wel 5 in dit soort spellen. Oh, dat Bill kapte nog even mee. En ja, dat is 2. Kijk, nou weet je hoe het moet hoor. Oh god, nee, vuur. Ik dacht wat vuur uit hadden, maar oké, dus niet. Zullen we nog een rondje gaan met de achtbaan? Misschien dat ik hem vanaf hier nog wel kan pakken. Yo, waar ben je, Bowser? Oh, daar. Oh, nou opeens zijn er wel veel bills, hoor. Oké, rustig aan, Rikje. Of ik heb hem nu al 2 keer, zeker? Ja. I hate it when it happens. Best wel chill, toch? Chill met Bill. Die loopings zijn irritant, al zeg ik het zelf. Gelukkig als je de tweede versie van dit level hebt, heb je niet overal bullet bills. Die dingen verpesten alles, man. Ik wil ze niet afschieten, want ik wil mijn torpedo's bewaren, maar dat zit er niet echt in op dit moment. Ah, kom op. Yay. Oké. Kom op, Bowser. Show me what you got. Bam.
door de Bills aan de kant. Jee, hij is dood. Goed zo, jongens. Het is ons gelukt. Irritante Bowserman is verslagen. Tata! Oh! Ja, hallo Mario, hoe gaat ie met jou? Nou, goed, Peachy. Yeah, ik kan een salto en jij niet, want ik ben Bowser Jr. Ik snap echt niet hoe hij zo kan toveren. Hij is gewoon een tita tovenaar, denk ik, maar ja. Wat doe je eraan? Tata! Oh ja, hij denkt dat het zijn moeder is of zoiets. Geen idee. Mama Peach, dus Bowser heeft dat jochie verteld dat Peach zijn moeder is. Misschien heeft Bowser gewoon seks gehad met Peach en is dit het kindje, dat weet je niet. Ik bedoel, Peach wordt wel vaak gekidnapt. Wat als Bowser en Peach gewoon een relatie hebben en dat Bowser al de Peach kidnapt zodat ze gewoon kinderen kunnen maken, zoals van die Koopa's en zo. En Mario is gewoon een douchebag om Peach al te redden en Peach wil gewoon niet lullig zijn om het toe te geven. Zo moet je over Mario nadenken. Magic Brush. Ja, op een of andere manier heeft hij een magisch ding waarmee hij dingen kan tekenen. Een oude man in een witte... Wie is dat? Ik heb geen idee wie die gekke man is in een lange witte jas. Iemand een idee? Comments, ja. Dat is Bowser. Ja. Ja, dat heb ik gedaan. Ja, we gaan Mama Peach stelen, zeker ze weten. Nee, dankje, we gaan Mama Peach kaars stelen. 360, bitch. Oké, nu gaat hij weg met een ballon, geloof ik. No, Mario! En nu vliegen ze weg. Ta-ta-da-da! Doei! Zeg maar doei met je handjes. Not again. Ta-ta-da-da! Ta-ta-da-da-da-da-da! Corona Mountain, dat is het eindlevel waar ik dus zelf nooit gekomen ben. Nou, bedankt voor het kijken. Oh, we krijgen natuurlijk wel nog een shine. Laten we die shine ook maar even pakken, nou we toch bezig zijn. Lijkt me wel handig. En dan zou ik zeggen, bedankt voor het kijken van deze aflevering. Volgende aflevering gaan we het 6e level doen van de eerste wereld. En waarschijnlijk nog maar een level. Dat zien we dan wel weer. Dan. Maar ja, bedankt voor het kijken van deze aflevering. Volgende aflevering dus. Waarschijnlijk gaan we gewoon verder met de eerste wereld. Ik bedoel, we houden ons wereldsgewijs gewoon even in de volgorde, behalve dit leveltje. Dit was een soort van eindbaas aflevering, want we hebben twee bazen gedaan, voor hoeveel je het een baas kan noemen. En die twee was best wel kut, maar ik aan het falen was. Nee, bedankt voor het kijken en... Doei!